Welkom terug bij deze tweede lesvideo. Met name voor HAVO examenjaar. Wellicht doe je deze in de vierde al, maar waarschijnlijk in de vijfde. De lesbrief Markt en Overheid is een zeer pittige lesbrief. En deze tweede video kun je eigenlijk alleen pas begrijpen als je hoofdstuk 1 helemaal onder controle hebt. Dus kijk desnoods mijn vorige video over hoofdstuk 1. Want al die afkortingen, PO, GO, break-even point, maximale winst, voorkomen concurrentie, hoe handel je daar, monopolie, kenmerken, die kun je daar al uit afleiden. Dus die technische bagage en het kennen van de drie bedrijfsdoelstellingen is essentieel om hiermee zo meteen te kunnen rekenen en tekenen. Dit is wel de leukste marktvorm, vind ik zelf, want die kindertijd komt weer boven. Hè? Monopolie. Iedereen wil monopolist zijn. Het is zelfs de natte droom van elke ondernemer. Jij hebt een product. Iedereen wil het hebben. En jij bent de enige aanbieder. Lekker. Die prijs hoog houden, toch? Veel geld verdienen doe je in deze marktvorm. Alleen de overheid is er niet zo fan van. Zij willen natuurlijk meerdere bedrijven. Want concurrentie zorgt voor lagere prijzen, meer aanbod en betere kwaliteit. En daar worden wij juist weer blij van als consument. Maar die markt van monopolie, het is echt de droom van elke ondernemer. Zo'n Bill Gates, bijvoorbeeld in de jaren 80 met Microsoft, die had de wereld aan zijn voeten liggen, want iedereen wilde Windows hebben. En hij had het. Ieder jaar keer $60, bijvoorbeeld. Nou, bij monopolie komen wiskundige technieken kijken om de winst, omzet, kosten te kunnen uitrekenen. Allereerst moet je weten, de vraaglijn die je kent bij de voorkomen concurrentiemarktvorm, die zit hier ook wel in. Alleen heet die hier niet de collectieve vraaglijn, maar de prijsafzetlijn. Dus de GO, ook wel P genoemd, is eigenlijk vanaf nu de vervanger van de vraaglijn. En daarvoor moet je ook de vraaglijn kunnen herschrijven naar de GO-lijn. Doen we op de dia hierna. Een monopolist, hè, de grote aanbieder, is prijszetter. Hij kan in principe kiezen welke prijs die vraagt. Alleen bij een te hoge prijs haken mensen af. Nou, om van die collectieve vraagfunctie naar die prijsafzetfunctie te gaan, moet je met de balansmethode van wiskunde, net als hierboven, de formule omschrijven. Jij kunt, als jij QV is min 1P plus 50 hebt, kun je die min P naar de andere kant hevelen en de positieve Q naar de andere kant. Dan komt er dus uit P is min 1Q plus 50. Probeer die andere zelf maar even als je deze dia pauzeert. Hieronder zien we weer twee vraagformules. Die kun je herschrijven naar een PS-functie door de balansmethode te gebruiken. En dan zie je uiteindelijk, ik ga ervan uit dat je het nu even hebt gedaan en anders zo meteen de dia alsnog stilzet. Dan zie je dat je uiteindelijk dezelfde functie hebt gecreëerd, alleen je hebt P en Q naar links en rechts gebalanceerd. Dat doen we dus als basis voor de GO-lijn bij de monopolist en die is knetterbelangrijk. Nou, hier gaan we met de knetterbelangrijke stof. Zo'n monopolist die is vaak geen goed doel. Die willen gewoon maximale winst. Die willen de volle buit. Die willen hun jaren onderzoek eindelijk terug hebben met een dikke winst. Nou, jij weet, maximale winst haalt een bedrijf bij het snijpunt MOSMK. Dat betekent niet dat je de MO-lijn en de MK-lijn moet zoeken en dan ook gelijk moet stellen en dat je dan klaar bent. Nee, het is een startpunt. En ik ga jou een hulplijn introduceren en die maak ik eventjes groen. We zien hier een grafiek van een monopolist en we hebben expres weinig geld opgenomen, maar met meer letters om het algemene begrip te tonen. Nou, maximale winst is de eerste doelstelling van deze monopolist. We zien dat de MO en MK-lijn elkaar hier snijden. Dat is voor jou een startpunt, dus je mag een eerste puntje daar neerzetten. Wil je echt kunnen rekenen met omzet, winst en kosten, dan ga je vanaf het punt MO's MK een rechtopstaande, dus verticale hulplijn tekenen. Ik doe dat nu zo goed mogelijk, maar dit is jouw hulplijn waar je drie dingen mee kunt. Je kunt namelijk op deze hulplijn bij MO's MK kun je de prijs aflezen. Dat doe je op de GO-lijn vanaf nu bij de monopolist. Je kunt bij die hoeveelheid ook de gemiddelde totale kosten aflezen. En je kunt de F hier beneden, het aantal stuks bedoel ik, aflezen die de monopolist moet verkopen voor maximale winst. Dus
F is voor maximale winst het aantal stuks dat de organisatie moet verkopen. Daarbij hoort een prijs die op dit niveau zit. Je moet de prijs dus aflezen recht omhoog op de GO-lijn. En wil je uiteindelijk niet alleen de omzet, maar ook de winst kunnen uitrekenen, dan heb je dit punt ook nodig. Komt-ie. Als je dus weet dat dit de prijs is voor de monopolist, dan zijn letter D tot en met C dus het prijsniveau. In dit geval bijvoorbeeld 6 of 7 euro. D is hetzelfde prijsniveau als C. Dit hele rechthoekje is de omzet. Want dan doe je eigenlijk gewoon de prijs keer Q. Dus dit is de hele omzet van de monopolist. Sorry voor mijn kromme tekening. Maar we willen niet alleen de omzet weten bij maximale winst. We willen ook de winst zelf berekenen. Nou, dit stuk A, B, C, D is de winst. Want het onderste gedeelte is binnen de omzet en kosten. En boven de GTK vind je het winstmarge deel. Dus rechthoek 0 F C D is de omzet. De rechthoek 0 F B A zijn de totale kosten. En daarboven, dus A D C en B, is de winst. Hier staat die voor de mensen die het nog wel eens willen nalezen, nogmaals getypt. Dan moet ik even mijn tekening wegklikken. We hebben dus een hulplijn getekend. Bij de hulplijn onderaan, bij de letter F, kunnen we de Q aflezen voor de maximale winst. Gaan we naar boven, bij het niveau CD, vinden we het prijsniveau, want daar komen we de GO-lijn tegen. En als we uiteindelijk de winst willen uitrekenen, dan hebben we het vierkant ABCD. Succes straks met oefenen. Onthoud wel dat we tot nu toe alleen nog maar de maximale winstdoelstelling hebben uitgerekend bij de monopolist. We gaan het nog leuker maken. Want sommige monopolisten willen de markt veroveren door eerst zoveel mogelijk geld binnen te halen. Dan krijgen ze dus eerst zoveel mogelijk klanten binnen. Dan hebben we het over de tweede doelstelling, maximale omzet. Werkt een beetje hetzelfde, waarbij de maximale omzet hoort niet MO is MK, maar dan hoort het snijpunt MO is 0. En, ik ga weer tekenen, de MO is 0, zien we hieronder. Ik pak even een blauwe stift. Hier is de MO 0. De MO-lijn loopt altijd twee keer zo steil als de GO-lijn. Bij MO is 0 kunnen we weer een lijn naar boven trekken. Weer zo'n hulplijn. Dat moet je altijd als eerste doen. Afhankelijk van de doelstelling. We zien dus dat de prijs weer af te lezen is hier op de GO-lijn. Daar is de prijs voor maximale omzet af te rekenen. Hier beneden kunnen we weer het aantal stuks aflezen voor maximale omzet. En hier komen we bij de GTK het kostenpunt tegen. Dus zouden we dan een horizontale lijn tekenen, dan heb ik nu de groene rechthoek heb ik ingekleurd. Of heb ik een lijn getrokken. Boven de streep is de winst. Onder de streep zijn de totale kosten bij maximale omzet. Oefen daarmee, mensen. Mijn excuses voor de kromme tekeningen. Je gaat naar MO is 0. Hulplijn naar boven. En dan kun je vervolgens de omzet aflezen. En met de GTK-functie kun je de winst en de kosten verdelen. Nou, die marktvormen die we tot nu toe hebben gehad zijn monopolie en voorkomen concurrentie. En dit zijn elkaars uiterste. Want bij monopolie heb je één aanbieder. En eigenlijk zeggen we bij voorkomen concurrentie heb je zoveel aanbieders dat er geen winst meer in de markt is. Wij zeggen dus, voorkomen concurrentie, uiteindelijk is de winst daar nul en bij monopolie is de winst echt maximaal. Ik heb jullie uitgelegd in video 1 en 2 hoe je de winst kunt berekenen. Daar ga ik nu verder niet op in. Ik heb nog 5 minuutjes nodig en dan komt er nog een filmpje. Bij het woord monopolie, of bij de markt van monopolie, hebben we heel vaak over privatisering. En dit is dus een nieuw. Even geen tekening, maar een stukje uitleg. Privatisering betekent dat de overheid iets uitvoert als taak, maar dat ze het gaan overdragen aan commerciële bedrijven. Een staatsbedrijf wordt dus eigenlijk nu een commerciële organisatie. Ik kan jullie vertellen, heel vroeger belden mensen altijd met de vaste telefoon. En dat deed je eigenlijk via PTT en dat was een onderdeel van de overheid. Dat was later KPN geworden. Kunt je voorstellen dat je rekening krijgt van de overheid omdat je belt.
Nu kun jij kiezen uit 10 verschillende organisaties en is het helemaal niet meer de overheid. Treinen doen we wel via één organisatie. Dat is echt nog een monopolie. Alleen is ook de NS door privatisering een zelfstandig opererend bedrijf geworden, waar de overheid wel invloed op heeft. Maar zo zien we dus dat diensten van de overheid naar een publieke organisatie gaan, een commerciële organisatie. En dan hebben we het over privatisering. Wat ook zeer belangrijk is bij de markt voor monopolie, is deze legale vorm van racisme, prijsdiscriminatie. Hopelijk ben jij zelf niet het zwarte schaap, maar in de economie mag prijsdiscriminatie onder 2 voorwaarden. Het was zelfs een examenvraag 3 jaar geleden. Prijsdiscriminatie gaat eigenlijk op meerdere plekken in de wereld plaatsvinden zodra er leeftijdsverschillen naar voren komen. Jij bent vroeger naar de Efteling gegaan, je ouders betaalden een lagere prijs dan dat ze voor zichzelf deden. En mensen die in het openbaar vervoer zitten en die 20 zijn, betalen een andere prijs dan mensen die 40 zijn. Want als je student bent, heb je korting. En als je boven de 65 bent, heb je wel eens een oudere pas, waardoor je met korting mag reizen. Nou, prijsdiscriminatie, of het nou in een museum is, of in een voetbalstadion, of in de Efteling, of in het openbaar vervoer, dat mag onder bepaalde voorwaarden. Die komt de aantekening. Prijsdiscriminatie betekent dat sommige bedrijven rekenen aan verschillende doelgroepen verschillende verkoopprijzen. Ze mogen niet op rijk en arm discrimineren, maar wel op leeftijd. Dus baby's mogen gratis vliegen tot 2 jaar en kinderen mogen voor de helft van het geld naar een pretpark. Nou, dat doen ze natuurlijk om meer omzet te halen. Het levert veel producenten gewoon meer klandizie op. Nou, het mag onder deze 2 blauwe voorbeelden, en dat is een heilige aantekening. Het mag niet zo zijn dat jij jezelf als baby voordoet bij KLM om zo gratis naar Brazilië te vliegen. Doorverkopen moet dus niet mogelijk zijn en er moet duidelijk met legitimatie duidelijk worden gemaakt dat jij of een baby bent of niet. Het is niet zo dat ik mijn neefje van 8 jaar kan sturen voor een museumkaartje en dat ik vervolgens op dat kaartje het museum in kan voor 1/3 van het geld. Prijsdiscriminatie is om de omzet te verhogen en dat zien we vaak bij monopolies. Laatste paar minuten, dan ga ik echt naar het filmpje. In de 4e klas heb jij geleerd wat een surplus was. Een surplus was een overschot. We hadden het consumentensurplus al. Stel je voor, jij gaat op zoek naar een mooie smartphone. Je wilt €300 uitgeven en hij is €250. Jij bent helemaal blij. Je bent extra blij omdat je €300 wilde uitgeven en de prijs was met €250. Dus je hebt €50 feest in je hoofd. Omdat je eigenlijk minder kwijt bent dan je betalingsbereidheid. Dat noemen we consumentensurplus. Je hebt voordeel bij een bepaalde prijs. Dus bij consumentensurplus hebben we een verschil tussen de betaalbereidheid en de prijs. En bij het producentensurplus kunnen we zien dat de producent blij is als hij extra winst maakt. Bijvoorbeeld als de fabrikant dacht €240 voor dit toestel te krijgen en hij krijgt er vaak €250 voor, dan heeft hij €10 surplus. Nou, dat willen we in de economie uitrekenen om marktvormen te kunnen duiden of ze wel efficiënt zijn. Nou, komt-ie. Monopolist heeft het laagste consumentensurplus en het hoogste producentensurplus. Want die prijs die is gewoon wat hoger. En daar heeft de aanbieder voordeel van. Consument is daar niet zo blij mee, want die betaalt het over het algemeen relatief veel en heeft het laagste consumentensurplus. Maar bij volkomen concurrentie hebben we het hoogste consumentensurplus, want eigenlijk zijn er zoveel aanbieders dat die prijs naar GTK-niveau gaat, wordt bijna geen winst gemaakt. Dus daar is een laag producentensurplus en een hoog consumentensurplus. Zie hier waarom monopolie en volkomen concurrentie elkaars uiterste zijn. Laatste dia. Wij kunnen het consumentensurplus, dat is altijd een driehoekje, uitrekenen met lengte keer breedte keer 0,5. Als we het producentensurplus ook uitrekenen, kunnen we die bij elkaar optellen, hebben we totaal surplus. Ik ga jullie nu een filmpje laten zien waarin dat helemaal wordt uitgerekend. En dan kun je dus zien dat er bij sommige marktvormen meer totaal surplus is en bij sommige marktvormen minder totaal surplus.
En het verschil daartussen noemen wij het welvaartsverlies. En dat is dus wat de maatschappij eigenlijk extra kwijt is, omdat de prijzen hoger zijn. Ik heb jullie al verteld hoe dat zat bij de markt voor een volkomen concurrentie, een monopolie. Het volgende filmpje leert je weer met een grafiek hoe dat zit met consumentensurplus, producentensurplus en dus totaalsurplus. Als je die van elkaar aftrekt, heb je het welvaartsverlies. Maar daarover vertelt de volgende man meer. Bedankt voor het kijken en succes! Een monopolie leidt tot welvaartsverlies. Ik ga in dit filmpje even laten zien hoe dat er nou uitziet in een grafiek. Wat een welvaartsverlies, dat verwacht je eigenlijk wel bij een monopolie. Omdat een monopolist de prijs vaak hoger kan zetten dan iemand die producten aanbiedt op een markt waar veel concurrentie is. Dus wij als consument gaan er natuurlijk op achteruit. Wij worden altijd een beetje verdrietig van hoge prijzen. En dus een lager consumentensurplus, zoals je zo meteen gaat zien in de grafieken. Hoe komt dat nou? Nou, een monopolist, zoals we al gezien hebben hiervoor al, die bepaalt zijn prijs zelf. En die zoekt dus het punt MO is MK. Dat is de hoeveelheid die aanbiedt. En dat is dus ook de prijs waar die tegen aanbiedt. Dus in dit geval P en Q, zoals in deze grafiek. In het blauw hier zie je dan het consumentensurplus. En het producentensurplus in het groen. Nou, het is natuurlijk zo dat het consumentensurplus en het producentensurplus allebei meetellen voor het totale surplus. Dus wat een bedrijf als surplus heeft, dat telt natuurlijk wel mee voor ons als maatschappij. Daar worden wij ook wel weer beter van uiteindelijk. Het totale surplus, dus bij elkaar, is dit stukje. Als hier aangeboden zou worden door een producent op een markt, nou ja, bijvoorbeeld van volkomen concurrentie, van volkomen vrije mededinging, in ieder geval een aanbieder op een markt waar veel aanbieders zijn, dan zou dit het surplus zijn. Want dit is voor ons eigenlijk optimaal. Hè? Dit is zo'n markt waar heel veel aanbieders zijn, waar er heel veel geconcurreerd dus wordt op prijs, en dan zal uiteindelijk zal die prijs dus dalen, tot het punt waar de marginale kosten gelijk zijn aan de gemiddelde opbrengst. Dus waar de prijs gelijk is aan de kosten om één product extra te maken. Dat betekent dus dat iedereen die hier aan zou bieden, die zou evenveel krijgen voor het laatste product dat hij verkoopt, als dat het hem kost. Dan zou je helemaal geen winst meer maken daar. Dat is voor ons optimaal, want er worden zoveel mogelijk producten op de markt gebracht, dan is de prijs zo laag mogelijk. En dan is deze hele driehoek die je ziet, is allemaal consumentensurplus. En dit is dus ook het totale surplus. Als we dus even teruggaan naar hoe dat was als monopolist, dan zie je dat dit het totale surplus was. Dus dit is samen natuurlijk, zoals we al eerder zagen, het consumenten- en het producentensurplus, maar hier dus het totale surplus. Maar de optimale maatschappelijke hoeveelheid, dus wat voor ons als maatschappij het beste is, dat zou dus zijn om te produceren helemaal tot aan dat punt MK is GO. Dus tot aan daar. En dan zie je dus wel, als ik zijn er weer haal, zie je wel dat we dus een driehoek aan surplus verliezen. Deze rode driehoek. Dit verliezen wij als surplus. En dat is dus hoe je in een grafiek kan laten zien hoe zo'n monopolie leidt tot een welvaartsverlies. Geef ik mee dat het filmpje van zojuist afkomstig is van mijn collega in den landen Dennis Leegstra. Bronvermelding. Tot een volgend filmpje.